Lekker hamster in beeld. Let's just wait before opening the doors. Die Fahrdienstleitung an 28 bekommen. 1028 hört. Nun übernimmst du den 1028 bis Bremer Hauptbahnhof. Störung. Wie ich schon erwähnt habe, den haben wir schon entsprechend als IC4-Reihung im Fahrplan vorgesehen. Es wird also keine Probleme mit der Reservierung geben. Gute Fahrt. Oh ja. Prima, danke. AFB. AFB. And now, let's click on the follow button. Clear the map. Setting the train number ICE 1028. Origin is Amunt. Is Nuremberg. Hauptbahnhof. En we gaan naar Hamburg-Altona. Stock info is de ICE4. En het is DB. Zo. Let's just wait for departing 1157. Intermediate stop at Osnabrück. Osnabrück in 50 kilometers and then Bremen in 171 kilometers. Everything is on. Lights on. The lag is because of Dead Train, the hamster. I thought it was the 143, but it is the 145. Schließvorgang eingeleitet. Okay. Oh ja. What I did forget now. Ah ja. AFB. You can't drive without AFB. If we put AFB on. Let's go Osnabrück. 60 kilometers an hour. Warning. Zugbeeinflussung. Ziva. Ziva. A train with 1,000 passenger views, including the toilet. Yes, indeed. Meine
meine Damen und Herren, wir begrüßen alle in Münster Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im Intercity Express 1028 auf der Fahrt nach Hamburg-Altona. Mithalten in Osnabrück Hauptbahnhof, Bremen Hauptbahnhof, Hamburg-Harburg, Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Dammtor. Der nächste Halt des Zuges ist in Kürze Osnabrück Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Even kijken, 70, 80, 90, 200. LCB activated. Let's zoom it a little bit out, because we're going fast in a few moments. Ziva. Ziva. Heeft iemand de Ziva besteld? Dat zou een drankje moeten zijn in de bar, de Ziva drinken. Mariendorp. Doe bij mijn glaasje Sivar. Ja, moet je heel even wachten. Sivar. Alsjeblieft, je drankje. Ja, ze geeft een rondje Sivar aan alle kijkers. Ja, laten we zo zeggen, jullie kunnen genieten van het drankje, maar niet de uitkomst. In ieder geval hoop ik niet. Ik had het nog niet helemaal op 200% gezet. Nu wel. Ik dacht dat in real life dat de ICE 4 trouwens gelimiteerd was tot 200 of zo, tot 250 of was het 160 of zo. Er waren problemen mee met die nieuwe met de trein of zo. Een beetje alle Ansaldo Breda moment. Alleen in Duitsland 200 langs de perrons. Het
230, 250. Ah, oké. Okay. Ze mogen dus inderdaad nog wel aardig redelijk snel, maar in ieder geval niet met de snelheid die hier staat. 300. Of kunnen die dingen überhaupt niet harder? Ik dacht dat er iets meer was, iets technisch of zo. TTB. Dat is een behoorlijk lange trein. Ah, en de volgende staat er weer te wachten. Gezellig, een 151. Die aan het rijden is. Ik vind het nog steeds op zich een mooi trein om te rijden. Ik heb het nog niet zo vaak gedaan. Maar ja, laten we zo zeggen, ik heb zoveel spul om te rijden, dus... Ik ben ook benieuwd naar een Night Jet. Volgens mij is het alleen maar de wagons, maar... Volgens mij bestaat hij ook alleen maar uit wagons. Zifa. Op de glorious toilet. Ah, de bar. Wil iemand een broodje bestellen? Zo een Acme ICE drankje of zo. Een wijntje of een biertje. Mexicanos. Nou, die hebben we niet. Even kijken. 4,4 kilometer to 160. Tifa back on. Tom koopt een rondje Mexicanos. Frito pan is kapot. Ziva is back.
160, 130. Sie fahr. Hij is mij bij de avondwinkel. Maar is iemand al opgevallen hoeveel memory op dit moment in gebruik is voor train sim? Sifa. Watch the memory usage at the top of the screen. It wouldn't be possible this scenario, this route, this train in combination with the graphical settings that has been set in 32 bits. Sifa. Sifa. Wat was dat? Was een bordje. More 10? Likes to eat memory. There was an experiment when the 64-bit version first came out. I thought a couple of them out did an experiment with Dutch classics, all the Dutch classics in one scenario, and it crashed. But it was it made to Zwangsbremsung Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung Zugbeeinflussung. Shut up. Zwangsbremsung Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung Zugbeeinflussung. Anyway, it did crash about 12.5 gigabytes. Zwangsbremsung Zugbeeinflussung. Ah, great. Zwangsbremsung. Brakes are off. At least now. One ten. Let's go. Ladies and gentlemen, a few minutes verspätung. It's very dark. Remco, goedenavond. Och heren, een 151. Dank je wel. Jing. Nee, geen jing. Jing has been fixed.
Why can't I go beyond 120? Hier die Fahrdienstleitung an 1028, bitte kommen. 1028 hört. Du hast es auf der ersten Fahrt bestimmt schon gesehen. Wir haben hinter Fährte eine Baustelle. Dort wird auch an den Signalen gearbeitet. Gut möglich, dass du in dem Bereich Fahrt über den Bordcomputer anfordern musst und dann per Ersatzsignal fährst. Solltest du also HP0 haben, fordere die Fahrt bitte mit der Tab-Taste an. Okay. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Oh, wacht even, ik zit in de verkeerde PCB-modus. Sifa. Werk veel. How do you change PCB-modus? AFB. 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 Let's pause it a little minute while I'll search for the map. I don't know why the train is currently in PCB 470. It's not meaningful. PCB. Ah, Shift 6, Shift 7. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. No, I don't want the Zwangsbremsung. Fix that! Sifa. Ik zie wat ruim. ...120 up ahead. Let's break down a little bit. Anyway. Yes, indeed, the switch off from LCB to PCB was a little bit fail. I was forgetting to... I did acknowledge it. But I think it acknowledged it in the wrong time or so. Anyway. That was my fault. And the PCB mode switch. I didn't even touch 6 or 7. To 160. Maar ik zou zeggen, Remco, nu je er terug bent, heb jij vorige scenario gezien? We hebben de Yankee Stadium gezien en nog meer baseball fields en zo. Kom eens een keer langs een baseball field, is Remco er niet. Sifa. Back to 160. 7.7 kilometers to go to Osnabrück. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Osnabrück Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung links.
in Osnabrück haben Sie Anschluss an die Nordwestbahn nach Bremen Hauptbahnhof über Vechta-Delmenhorst. Planmäßige Abfahrt ist 12.26 Uhr von Gleis 14. An die Nordwestbahn nach Bielefeld Hauptbahnhof 12.35 Uhr von Gleis 5 sowie an den Regionalexpress nach Bremen Hauptbahnhof über Delmenhorst. Planmäßige Abfahrt 12.37 Uhr von Gleis 4. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die hier aussteigen, und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Breakdown to 150. It's a shame that he didn't mention, Bielefeld with Eurobahn. He didn't say Eurobahn, but anyway. He should have mentioned that you also could catch the train to Hengelo. Hengelo hype. Nee, het is geen duct tape. Niet met een K. Zifa. Maar ik ga voor de ene tape. Let's start to break 2 kilometers to Osnabrück. Let's do a gentle slowdown. Lag hamster. Holy moly. Oh, it was already 110. I was watching the FPS. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Oh crap. I forgot to acknowledge. Schildersteep. Mark, ik doe dit met jou, met jouw films. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Releasing the brakes, setting the AFP to 45. Sprint, good evening and welcome to the stream. Welcome to the PCB field. File spice de bremsen. Ja, die had ik ook nog vandaag met testen. Zifa. Schilder steep nou ook. Nou, ik moet zeggen, ik heb de tape vorige week opgehangen aan de doek. Sinds de vorige stream hangt eigenlijk al mijn streamspul al. En het hoopt perfect. En ik kan het er zo aanvallen zonder dat de verf kapot gaat. Maar de dame noemt Herren Osnabrück Station.
SIFA. Türen geöffnet. Dankje, dan weet ik dat ook. Ik kijk, rijdt er speciaal voor Dutch. Not looking good, sir. Anyway, we can go. Next station, Bremen. 120 kilometers. We don't have any else of a PCB restriction, so straight up to 90. Alleen maar stoppen bij stations, ja. Dat inderdaad. Dat is eigenlijk met elke LCB-terrein. Let's go. Komt dat ze ooit nog een keer zo'n 294 opnieuw maken? De 294 is een very, very old local. It doesn't even have PCB. Meine Damen und Herren, wir begrüßen auch alle in Osnabrück zugestiegenen Fahrgäste im ICE 1028 nach Hamburg-Altona. Der nächste Halt des Zuges ist Bremen Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Dankeschön. It doesn't even has PCB. It has speed-based PCB. If you're driving 55 kilometers an hour, the light for 55 lights up. If you drive 70, the light of 70 lights up, and 85. Just to light up the lights, and yeah, it's a little bit disappointing. 150. Liever een goede V200 dan. Oh, dat ook. I say hope that all the older locos will be made again. That I used to drive the 294 and the V200 a lot. But yeah, there wasn't anything better in those days. In those days there wasn't anything better until VR came out with PCB. At least the current version. From people that are driving these trains, or at least driving with PCB, they can tell that the PCB from Virtual Railroad is highly accurate, if not an exact representation of the PCB. So if any PCB fails are coming in VR stuff, VR, or RW Austria, 99% are user error. Although some would like to complain about, oh, it's a scripting error as such, you know. Most of the time, user error. Just like I had these days, for today. Or route error could also be, if it is an older route, the PCB in combination with this route, it is perfect. Sie fahren.
scumbaggery. Wat is... Tom, kun je maar uitleggen wat scumbaggery is? Is dat een nieuwe scumbag bakery? Scumbaggery bakery? Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Ah, scum. Why do I even have the notification of the PCB? It's 110. It's not... Anyway. I know. Zugbeeinflussung. I know why. It's because there was a 50 limit coming up and I didn't acknowledge that. A temporary speed restriction of 50 kilometers. Use a level to subscribe. Die Fahrdienstleitung an 1028, bitte kommen. 1028 hört. Zwischen Twistringen und Bremen ist ein Güterzug vor dir auf der Strecke. Solange du aber planmäßig und nicht vor dem Plan unterwegs bist, wird er dich nicht ausbremsen. Du siehst es aber in der LZB-Anzeige und kannst dementsprechend reagieren. Ja gut, wenn ich dann was sehe, dann drossel ich ein bisschen das Tempo. Was? Ah. Aanvang. Temporary speed restriction at Werten. Heet hij wat een keelpastier? Oh, craziness. I didn't anticipate the 50 km per hour speed limit, and that is the reason why that PCB has failed. It was user error. Staat ook geschreven dat bord. Ja, dat bord stond, schreef inderdaad Samsung dat hij gewoon tijdelijk er neer was gezet. Daar zaten ook lampen aan.
Volvo Trucker FH16. Good evening, welcome and thank you for the follow. Kampje Freek, goedenavond en welkom. It's a little bit busy today. It's freight trains. Almost 160. One hundred and 5 kilometers left for Bremen. Sifa. Kompje of ik kom even binnengevallen met een nieuwe een resumed subscriptie. Dankjewel voor opnieuw subscriben. En dat voor precies een jaar op dit moment. 12 maandjes is ingegaan. Dus je hebt een nieuwe subicoontje. Je hebt de flut voor je naam. De Keolis flut, hype. Maar in ieder geval dankjewel voor de resubscriptie. Hype indeed. Zifa. Sifa. Crossing a bridge. Nine kilometers to go. PCB on. LCB on, PCB off. Is dit de ICE of de Europa Trein genaamd? Dit is de ICE 4 van 3D. Is een heel stuk beter dan dat. De troep van GBE. Dat is gewoon letterlijk troep. Alles wat er nou brengt is eigenlijk troep. Nou, misschien de scenario's niet helemaal, maar ik heb het zelf nog niet gedaan. Ik vind de routes ook niet al te best van hun. Mark, was je mat?
with soap, please. And we have reached 200. Dat de land van stiekem ook gewoon door GWE gemaakt. What? Of eigenlijk, what? Ik snap niet, ik lees daar de chat en vervolgens reageer ik die kant op. Waarom? Hij doet nog. Zifa. Een straight track. Deep holes. A few more stations. And the final one is Bremen. Zifa. Nou, moet zeggen, Mark, dan doen ze hun beste kwaliteit. Zetten ze dan wel voor jouw route in? Want in hun eigen route weten ze niet eens wat verkanting is, of in ieder geval smooth track curve, gewoon gelijk bovenaan poem en gelijk rechts. Zo grappig dat je op een gegeven moment krijgt nog steeds nieuwsbrieven en elke keer staat daar nog steeds die ICE4 van hun in, want dat die gratis is. Ik ben benieuwd of mensen hun geld al terug hebben gekregen die de trein wel hebben gekocht. Zifa. Zou waarschijnlijk niet. Heel GBE failliet. Oeps. Zifa. Zifa. Let's do some drive-bys. Well, we have green signals. This is not a drive-by. There's a drive under. There was a drive over. This is 2D3's. I need to do everything myself. Zou ik een oranje hesje hebben om hier te mogen staan? Ouch. Sorry. Siva switched backbone. Geel hesje. Add for signal on the left. So I think there's a red and there's a train. The train is coming. The train is coming, not Siva.
I think it is a Gago, a cargo train again. I didn't see many passenger trains. Goodbye train. We're rolling along the line for the roll down. When is our next station? The pulse is around the corner. Don't think we can fly to it yet. Ooh. Silent is landing. 3s are growing out of the track. It's coming around the corner. And just like that, the train is gone. Deep holes. Zifa. It's lovely green here. Ooh, passenger train. It was a very quick song. Six kilometers to go. Zifa. Even een broodje Mexicaan om mijn pindasaus aan haalt in de stekbaar. Tom. Waarom altijd die pindasaus? Je weet dat de pindasaus pas perfect op een patatje oorlog. Maar niet op een Mexicaan.
Het was dat is zei je, breng me langs. Let's pause it for a minute. DRF Drebber. This your station. One thing I really like about Germany with the trains, there's just the different amount of signaling still available. There are semaphores still in service. Any type of signal, they all work with PCB. And all tracks mostly are not gone. At least today, if you see in the routes, there's still all tracks all alongside the route. Wat lekker op Mexicano, nee. Ik moet wel zeggen, toen ik in Preston Palace was, toen had je daar van die pinnassos, die kon je uit zo'n pomp kon je die halen. Beetje pindasaus erop, beetje Vlaamse friet erbij bovenop. Ja, ze hebben Vlaamse friet daar tegenwoordig. In plaats van aardappelschijfjes hebben ze Vlaamse friet. Even wat kipfiletjes erbij en dan vervolgens inderdaad helemaal het zakje of iets als een zakje. En dan lekker mixen en dan heb je gewoon pindasaus, mayo en kipfilet en friet. Oké. Maar je hebt ook een sushi bar heb je daar, je hebt de fish bar, je hebt gewoon een soepbar eigenlijk, je hebt er van alles. Everything is free. Ik zou zeggen, ik zag dat 2,5 kilo zakken ingaan in één frituurmandje. Twee dozen met alleen maar hamburgers die erin gingen in de frituur. Nou zeg. Twee zakken kipfilets alleen al op één grillplaat. Op een bakplaats. Jezus. En dan gooi ze even een klein beetje om schoon te maken. Heel klein beetje warm water erop in. Staat gelijk helemaal vol met stoom. Anybody need a blue or a white car? It's on that train beside me. It's currently driving in Germany nearby Stoff. Even Jansen. Nou Tom, dan ga je nog een keer naar die snackbar toe, dan haal je nu wat anders. Tot over een kwartiertje. Kilometers to go. We're ready here. We're coming through Drentwede. Nee, witte pressen lekker was. Witte pressen was lekker. Ah ja. En de mols liggen de fans voor het restaurantje zo meestal bij elkaar, ja.
het aantal tegenwoordig op een loopafstand van stations of van grote gelegenheden of wat dan ook. Rebellion, good evening and welcome. What route are we on? We are on the Münster to Bremen route. I think it's also available on Steam, but let me check. Yes, it is on Steam. There's a Virtual Tracks route. It's wrongly named that the developer is Aerosoft, the publisher is Aerosoft. It's available from multiple places. It is a 170 km route. It is a very good route. If you would like to drive a PCB, this route is perfect. No troubles at all. I got this route myself on the release day. From Virtual Track itself, so I have it a really long time already. Nou, van het rookje weer eten. Tom, ik wist niet dat jij jou vervolgens jouw speklapje op ging rollen en vervolgens aan ging steken als een sigaret. Little bit crispy, but if you like indeed fast-paced German routes with possibility for stopping services and more, it's perfect route. It comes with the ICE-1, it comes from coaches, and it comes with the 145. It's the same 145 from Influenza that is available on Virtual Railroads. It's a little bit different. The key layout is a little bit different, but it basically is the same. Of course, a different folder. Maar Tom, geef toe, ik weet al waar jij hebt gezeten in Preston Palace. Jij hebt gezeten in een scheepsbak. Oh. 100% Hollandse hits. Hollandse meezingers. Daar in een kleine café aan de haven. In een scheepsbar, Tom. Of in een skihut of zo met après-ski. Die was dicht. This tree will shut down to the copyright. No. Dang it, Europe with your Article 13. Almelo gezet. Maar Tom, de scheepsbar is in Preston Palace in Almelo. Daar is de scheepsbar. Naast de skihut. Naast de centrale bar. Naast de... naast de sushi bar en zo. Naast de rooktuin. Naast de bowling. Want je hebt de skihut, je hebt de Scheepse bar, je hebt de Hollandse bar, volgens mij ook nog. En vervolgens heb je ook nog een pub. Een Irish pub. Maar alleen de Scheepse bar was open die dag.
30 kilometers to go to Bremen. We're almost there. Just a few more. Let's watch beside the platform in Bramstedt. Please stand behind the white line. What chance is that you could be sucked in with the train? About the Scots pub. I don't know if it's, it's there, it's just an... Maybe you go to an Irish pub. Most of the time we have Irish pubs, maybe, but otherwise we have the local bars. But I don't attend any of them. At least not by myself. I did go when we had an event with some people from Treinpunt or from the Roku team. We did a little drinking, but it was mostly cola or some orange juice or something else. No drinking. Psych on the left, on the right. Leg hamster. There's a little capsway, this one. It's making me dizzy. Kilometers, then it's back to 140, and we have about 10 kilometers left before we reach Bremen Hauptbahnhof. He was over the edge. Anyway, 6 kilometers. I thought, what was the CIFA? The CIFA was turned off. It's a little hill. Maybe it's an hump hill. $150.
30. Next signal is red. Oh, great placement. Right behind the pillar. Zifa. We stopped. Braking, that means that it is green. Dutch Drive komt even binnengevallen met 21 maandjes resubscriptie. Jansen Hype en een heleboel icoontjes op naar de derde Twitch baby. Ja, nog 6 maandjes, een half jaartje nog Dutch en dan heb je alweer je derde baby hier. I think we're following a train, maybe. Yes, we are following this one. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. I did acknowledge it. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Sie fahren Zwangsbremsung. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Are you quiet now? Anyway, why Dutch? Oh, genoeg van die korte zon lopen hier hoor. Ik zou zeggen dus, your baby making machine on Twitch. Zifa, Zifa. Ze laten schrikken. Dat is wat she said. Is weer zover. Het is weer zover. We have a bridge. We have a green signal. Koploper trouwens ook, goedenavond. Ik zag jou eerder in de chat rond hangen, maar je is inderdaad, je zei ze net Frank. Ik is die helemaal vergeten. Sorry, excuses. Dit schreeuwt gewoon op een screenshot. Maar ik zou zeggen, niet slecht. 8 kilometers to go. Och heerlijk, de koploper is gelijk weer bezig en begint gelijk weer. Ik kan je nog wel meer irriteren. Zo. 2 muizen. Zifa. Oh.
Och heren. Het is nog geen 18, het is geen 18 plus stream, jongens. Het is geen 18. Zifa. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. I was starting the break, stupid game. Geschwindigkeit zu beschreiten. Och heren, Tom komt met de muis weer. Zugbeeinflussung. Anyway. Jansson was te strikt. Zucht. Zuchten ons. Ziva. Ziva. Ik kan er ook nog wel bij. Oh, kijk, mooie brug. We gaan de brug even inspecteren, mensen. Zugbeeinflussung. Ja hoor. Ja, in de ICE. Maar ik ging toch niet... Nu heb ik uw bewachting 40. En nu helemaal niks. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Bremen Hauptbahnhof. Der Ausstieg in Bremen befindet sich in Fahrtrichtung links. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Regionalexpress nach Hannover Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt ist 13.18 Uhr von Gleis 1. Regio S-Bahn nach Verden an der Aller. Planmäßige Abfahrt ist 13.27 Uhr von Gleis 5. Metronom nach Hamburg Hauptbahnhof über Rothenburg. Planmäßige Abfahrt 13.33 Uhr. Dieser Zug fährt ab von Gleis 9. Allen aussteigenden Fahrgästen wünschen wir noch einen schönen Tag und bedanken uns bei Ihnen für die Mitfahrt. Der nächste Halt ist Bremen Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dankeschön. We are still green in the distance. No, we have your signals close together. And Bremen is in view. Let's roll it out. Blinking green. Zifa. Zugbeeinflussung.
Geschwindigkeit is naar beneden. Sie fahr. Jong Rob is hardnekkig. Zugbeeinflussung. Ja, dat kun je wel zeggen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. A lot of coaches. Brevenhoutbahnhof. Zugbeeinflussung. But anyway, we stop. We're in the platform. Tschüss.